Waarom lijkt het alsof Jezus niet bij me is? Dat is een vraag die wij hebben gekregen. En ik vind het een belangrijke vraag om te beantwoorden. Want ik geloof dat we vroeg of laat allemaal wel eens zo'n gevoel kunnen krijgen, dat we het gevoel hebben dat Jezus niet bij ons is. Als het leven makkelijk is, als we op de hoogtepunten van ons leven zitten, dan vinden we het namelijk makkelijk om te ervaren dat Jezus dicht bij ons is en een zegening in ons leven te zien. Maar als het leven moeilijk is, als er pijn en verdriet voorbij komt, dan vinden we het vaak een stuk moeilijker om te ervaren dat Jezus bij ons is. En ik snap dat als jij dat ook zo ervaart. 4 jaar geleden kregen wij, nadat we 2 jongens hadden, nog 1 meisje, Zoe. En toen Zoe geboren was, was het leven fantastisch. We leefden op een roze wolk als gezin en we genoten allemaal ontzettend van haar. Maar 2 weken na de geboorte van Zoe werd Chantal, mijn vrouw, met wie ik ook video's hier bij Stronglife maak, ontzettend ziek. Zo ziek dat ze op een nacht bijna dood ging. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Maar wat volgde na die nacht was een lange tijd van revalideren, van beter worden en kijken hoe ver het allemaal nog beter zou worden. En op die momenten, in die tijd, kan ik je vertellen dat wij het ook heel moeilijk vonden om te ervaren dat Jezus heel dicht bij ons was. Maar toch wisten we dat Hij heel dicht bij ons was. Want dat is wat Hij heeft beloofd. Als je de Bijbel pakt en je leest Matteüs 28 vers 20, dan staat daar het volgende. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Dat is een belofte die Jezus doet aan zijn leerlingen voordat hij naar de hemel gaat, naar God. En ik geloof dat die belofte ook voor jou en mij geldt. Elke keer als jij het gevoel hebt dat Jezus niet dichtbij je is, dan mag je weten dat Hij het wel is. Want elke keer zien we in de Bijbel dat God, dat Jezus doet wat Hij zegt. Hij is trouw in zijn beloftes en als hij belooft, ik ben altijd bij je, dan mag jij weten dat Jezus altijd bij je is.